Om goed onderhoud van cv-ketels uit te voeren, heb je ruimte nodig. Maar wat zijn nou eigenlijk de beste plekken? Ja, je kan je cv-ketel in een keukenkastje ophangen, maar je kan hem ook boven een trappengat ophangen. Maar wat is eigenlijk nou de beste plek? Ja, elke fabrikant heeft eigen richtlijnen en adviezen. Maar waar ik me heel erg aan irriteer, als ik ergens bij een klus ben en ik moet onderhoud verrichten en ik zie dat die ketel echt op een onbereikbare plaats hangt. Bijvoorbeeld hier. Het is toch niet normaal? Ik moet hier echt capriolen uithangen en ik moet bijna een acrobaat zijn om bij die ketel te komen. Is dat goed? Ja. Ja, een ketel die geïnstalleerd is, goed is geïnstalleerd, wil niet zeggen dat die alleen maar goed is aangesloten. Maar de plaats waar die is opgehangen is ook heel erg belangrijk. Want je moet onderhoud heel makkelijk kunnen uitvoeren. En als er problemen zijn, storingen, calamiteiten, moet je dus ook heel makkelijk bij. Dit is dus duidelijk een voorbeeld hoe het niet moet. Deze ketel heeft lekkage. De interne boiler lekt. Maar goed, in deze situatie wordt het wel echt lastig gemaakt voor de monteur. Ik ga nu met veel capriolen, vliegen en kunstwerk het probleem oplossen. Maar ik heb wel tegen de klant gezegd, wil je dat wij het voortaan de onderhoud en de storing van deze ketel oplossen? Dan moet je hier een plateau bouwen. Kijk, hier kan een plateau gemaakt worden. En die kunnen wij natuurlijk ook voor de klant leveren. Die wordt met scharnieren bevestigd. Dus als wij hier onderhoud moeten verrichten, wordt het plateau naar beneden geklapt. En dan heb je dus een mooie, veilige plateau of een platform, eigenlijk een podium, waar je op kan staan en je kan je werk uitvoeren. Heb je hem niet nodig, dan klap je hem rechts tegen de muur aan, daar zo. En je haakt hem vast of je zet hem vast met een sleutel en je kan gewoon je werk doen. Nou, hier heeft hij gelekt. De O-ringetje is een beetje op. We gaan hier een nieuw O-ringetje erin zetten. En alle andere ringen vervangen we ook. En dan is het testen. En dan kan hij weer een tijdje mee. Ik weet niet meer hoe dit in elkaar moet, hoor. Ik heb voor vandaag mijn rek- en strekoefening wel gehad. Dus het is dus heel erg belangrijk goede plaats uitkiezen voor de ketel. Wil je dus een cv-ketel installeren en je weet niet of de plek waar je wil ophangen dat geschikt is, raadpleeg de documenten van de fabrikant of bel ze gewoon. Vond je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. Of ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwste technieken. Heb je vragen over cv-ketels, renovatie van badkamers, duurzaam renoveren of bijvoorbeeld de woningen die van gas af moeten? Laat het weten in de comment en ik zal dat zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.